Dat is Vincent. Dat is Vincent van Gogh. Het schijnt, dat is voor mijn tijd natuurlijk, het schijnt hier in Helvoort gewoond te hebben. Een bepaalde periode. En dit jaar is het Vincent van Gogh jaar. Dan kom je op een Vincent van Gogh hindernis. Dus dat is met stro schoven, dat is met zonnebloemen. Dat is met het beeldje van Vincent van Gogh, die bij ons hier op het Vincent van Gogh plein in Helvoort in het brons staat. Ja, wat zij in brons hebben, kunnen wij in hout maken. Maar er is meer dan alleen Van Gogh. Zo is er een hindernis met schapen gemaakt en moeten de deelnemers aan Outdoor Helvoort door een indianendorp heen. Je moet ervan uitgaan dat het grote publiek wat hier komt ook gewoon de gewone mens is met kindjes en de hond die hier gewoon een gezellige dag willen hebben. Dus we proberen hindernissen te vervaardigen die ja, gewoon leuk zijn om naar te kijken. Aan Outdoor Helvoort doen ook regionale rijders mee. Renske Kroeze komt het Biezenmortel en rijdt dus zo'n beetje door haar achtertuin. Ze is onder de indruk van de hindernissen. Ja, het is prachtig gemaakt. Absoluut. Zie je daar nog iets van als je daar langskomt? Nee, helemaal niet. Dan ben je alleen maar bezig met de focus. Bij alle hindernissen is een rood vlaggetje en een wit vlaggetje. Een rood vlaggetje aan de rechterkant en een wit vlaggetje aan de linkerkant. Daar moet je tussendoor. Daarop ligt je focus. En voor de rest, ja, die hindernissen zijn hartstikke leuk met parcours lopen om ze eens goed te bekijken. Maar als je aan het crossen bent, heb je daar absoluut geen oog meer voor. Dus die Vincent zie je helemaal niet staan? Nee, Vincent, daar gaan we heel hard aan voorbij als het goed is.